Goedemorgen, jongens en meisjes van mijn kanaal. Vandaag is het allereerste keer dat ik een video opneem in de ochtend. Ik ben fucking moe, je wil niet weten. What the fuck? Ik moet zo meteen gaan werken, dus ik moet nu een video afmaken in 1 uur en 30 minuten. What the fuck? Dat klinkt niet goed. En ik weet niet of dat gaat lukken, maar we gaan gewoon ons best doen. Bedankt Jarno Vlamink voor deze coole postkaart. Ik vind hem fucking cool. Ik ga hem sowieso achter me zetten en hij hem elke keer ziet in de video's. Natuurlijk is het potje net gedaan als ik join. Geweldig. Ik heb nog nooit een video opgenomen in de ochtend. Dus we gaan het gewoon proberen. Yo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is een heel speciale dag. Zeker een duimpje omhoog. Als we de 1000 likes kunnen halen, zou het fucking awesome zijn. En dan weet ik natuurlijk dat jullie mij supporten. En dan ben ik gemotiveerd om morgen weer proberen een nieuwe video te maken op dit kanaal. Dus ik kan zeker zeggen, smash dat like even. En dan jumpen wij straight into the video. Ja. Ja. We zijn hier vandaag dus met een nieuwe Black Ops 2 gameplay en holy shit. Het is lang geleden dat ik dit spel nog heb gespeeld. Holy shit, mijn controller bugde weer. What the fuck. Maar zoals ik al zei, vandaag gaan we het hebben over mijn liefdesleven. En dat is nogal een pittig gevoelig onderwerp op jou, jou. Want niet veel jou, jouwbers delen naar mijn kijkers. En normaal was ik ook zo iemand die dacht van nee, dat zijn het delen van je leven dat je niet moet delen met YouTube. Want bijvoorbeeld van mij ga je nooit op Facebook zien dat ik een relatie heb. Van mij ga je nooit foto's zien op Instagram dat ik een relatie heb. Zo dingen, dat zou ik nooit doen. Misschien als ik geen YouTube deed, dat ik dat wel zou doen. Ik wil niet dat er dingen worden samengebonden, dat jullie daarmee moeten geassocieerd worden. Dat zij daar zo moeten mee leven, dat er mensen naar mij kijken. En dat wil ik niet, dat wil ik echt volledig gesplitst houden van elkaar. YouTube aan de ene kant en liefdesleven aan de andere kant. Op sommige momenten komt dat dan heel raar uit. Want dan zou je bijvoorbeeld volgens je tijdschema een video moeten editen terwijl dat je vriendin op je kamer is. Omdat je anders geen tijd hebt. Want ik heb maar 2 dagen verlof in een week. Dus dan, ja, dan heb ik maar 2 dagen om video's te maken voor de rest van de week. Behalve als je doet zoals mij vandaag. Opstaan om 7 uur 's ochtends. Wel, ik had mijn wekker gezet om 7 uur 's ochtends. Ik ben wel maar om 9 uur opgestaan. Maar oké, het gaat om het principe. Kijk, voor sommige YouTubers is het gelukt om hun vriendin wel te associëren met YouTube. En dan heb ik het bijvoorbeeld over Enzo Knol en PewDiePie. Maar dat doet hij niet, maar zijn vriendin is ook gewoon YouTuber. In het begin van de Enzo Knol vlogs, als er mensen zijn die ook hebben gezien, dan weten jullie dat D heel lang geleden ook niet in de Enzo Knol vlogs wou. Dus, wat deed Enzo? Elke keer als hij naar huis was, filmde hij alleen zichzelf. En hij ging nooit, of toch bijna nooit, D filmen. Omdat ze dat zelf ook niet wou. Totdat zij op een bepaald moment heeft gezegd van oké, ja, het hoort bij jou. En jij bent mijn vriend, dus ik ga het er gewoon bij nemen. En sinds die dag zit D en is D gewoon een deel van de filmpjes van Enzo Knol. En de kijkers vonden D leuk, dus het heeft heel positief gewerkt. Natuurlijk zijn er ook kijkers die haar super kut vinden. Maar dat ga je natuurlijk altijd hebben. Je gaat altijd mensen hebben die iemand niet leuk vinden. Die maar één iets leuk vinden aan het kanaal. En daarom zou ik ook niet willen dat er iets van het vrouwelijke geslacht die bij mij in een relatie zit, geassocieerd wordt met mijn YouTube-channel. Want aan de een of andere manier wordt dat dan eigenlijk gewoon een soort van, I don't know, dan neem je haar daarbij en dan moet je ineens je kanaal, weet ik veel, delen. En dan wordt zij ook ineens gewoon een heel groot deel van je channel. Je kan niet anders. Dus ik probeer die dingen gewoon niet te koppelen met jou. Laatst zag ik dan ook een comment van iemand onder mijn vorige video. En dat was, het boeit me niet hoe dronken je bent. Deze video boeit mij de tering. Ga game video's opnemen. Kijk, ik snap deze mensen niet. Onder game video's zie ik meer praatvideo's. En onder praatvideo's zie ik zo'n ding. Snap je dat? Ik snap mijn leven niet. Ik weet dat je altijd 2 soorten kijkers gaat hebben. En ik weet dat mensen het ene soms leuker vinden en andere het andere. Ik denk gewoon dat je het andere een kans moet geven. En dat je soms eens moet proberen van te kijken naar het andere. Want misschien is het ook al heel leuk. Dus ja, ik weet het niet. Drop eens in de comments welke soort video's jij het leukste vindt van mij. Zet dan
De vlogs, de gamevideo's, de random praatvideo's, de challenges, de verlaten locaties. Zo dingen, laat dan weten wat jij het leukste vindt op mijn kanaal. En dan weet ik, oké, als ik dan meer ga doen, dan vinden mensen dat leuk. Maar bij deze, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik ben Acid en ik zou zeggen bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu een vette video? Drop dan zeker even een likeje. Drop een commentje met wat jij het leukste vindt op mijn kanaal. Ik zou zeggen, tot morgen, als we die 1000 likes kunnen hitten natuurlijk. En ik ben Acid en ik zou zeggen, adios, bitches.